Ik ben Fien, ik ben 21 jaar en ik ben leerkracht in GO Basisschool De Regenboog in Grimbergen. Ik heb hier zelf ook als kind op school gezeten, dus voor mij voelt lesgeven hier wel een beetje als thuiskomen. Mijn mama die werkt ook in het onderwijs. Ik heb altijd gezegd, ja nee, dat is niks voor mij. Maar dan moest ik een workshop geven aan jongere kinderen en dan was ik eigenlijk meteen verkocht. En na 3 jaar studeren heb ik dan mijn eerste stap gezet als leerkracht op 1 september. Ik had wel wat schrik en ook wel een beetje stress, omdat ik me ook nog zo jong voel. Maar uiteindelijk was die stress wel heel snel weggenomen, dus ja, dat is fijn. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik er alleen voor sta. Ik kan bij iedereen binnenstappen en ze zouden mij allemaal helpen. Dus dat is natuurlijk heel fijn als starter. Natuurlijk zijn er heel goede momenten, maar er zijn ook momenten dat het wat moeilijker gaat. En dan kan ik echt wel rekenen op de steun van mijn parallelcollega's, de ondersteuners en ook de aanvangsbegeleider. De aanvangsbegeleider die komt ook enkele keer observeren in de klas en die geeft dan tips en tricks waardoor ik verder kan groeien als leerkracht. Ook gaat zij kleine gesprekjes met mij aan om te vragen hoe het met mij gaat. Dat doet ook altijd heel veel deugd. Hier op school zijn ook nog enkele leerkrachten waarbij ik zelf in de klas heb gezeten, dus dat was wel even wennen. Maar nu zijn het echt mijn collega's, dus dat is heel fijn om mee samen te werken.